met Groen van DNP.nl met een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. Vandaag is jullie het kijken, mensen. Komt het Team of the Year uit. Ik heb er zin in. Ik ga heel veel packs openen. Wil je nou ook packs kopen? Dat kan. Ga naar ikwiltegoed.nl en koop daar je FIFA punten. Of je de goedkaart om FIFA punten te kunnen kopen. En pack die Team of the Year Messi. Ik heb geen idee hoe het Team of the Year eruit gaat zien. Waarschijnlijk wordt het bekend op het moment dat jullie deze video kijken. Ik ben er klaar voor. Alleen ik heb dus wel even een dingetje. Kijk, volgende week op Team of the Year. En Team of the Years kan je krijgen natuurlijk in alle packs. Maar niet. Die kan je absoluut niet krijgen in een Inform pack. Dus toen was ik in het midden van Wheelie, ik ging 14-0-4, dat ging niet heel goed. Ik begon 10-0, dat ging lekker. 14-4, niet zo goed. En toen daarna was ik van, maar ik wil helemaal geen elite, weet je wel. Dus ik wil ik ook niet voor gaan, ik wil gewoon voor goud 1. Nou, en dat is dan krijg je zo'n mentaliteit dat je denkt van, dat is echt slecht. Nou, dat was het ook, want ik ging van 14-0-4 ging ik naar 15-0-7 of zo. En nu ga ik wel 18-0-7, dus ik moet nog 2 winnen, ben ik goud 1, daar laat ik het bij. Ik ga niet meer proberen ook voor elite te gaan, dan moet ik er alle 5 winnen. Ik weet sowieso niet of dat gaat lukken, maar ik ga er ook niet voor, want ik ga dus voor die moker goud 1. Ik heb een kleine switch gemaakt in mijn team. Ik heb Pogba erin gezet, best wel kant. De Pogba had ik natuurlijk gepackt, nog niet verkocht. Ik ben best wel te spreken over Pogba. Ik vind hem best goed. En wat ik dus nu wil doen, ik wil van deze man af, Petit. En ik wil Ronaldo kopen. Alleen heb ik niet genoeg coins. Ik heb 1,4 miljoen. En ik wil Kante er dan weer inzetten voor Petit. Maar ik moet even kijken hoe ik dat doe. Want ik weet niet hoe ik dat kan linken. Want dat kan helemaal niet linken, zie ik nu. Bedenk me nu. Ik wil gewoon Ronaldo. Dan kan Suarez ook weg. Maar ja, hij moet wel linkjes krijgen natuurlijk. Nee, kan helemaal niet. Ik krijg het nooit voor elkaar. Hoe kan ik ooit Ronaldo erin fietsen in het team? Niet. Nee, als ik hier Kante neerzet, dan kan hij nergens. Oké, nou moet ik er even over nadenken. In ieder geval, ik wil Petit weg. Nou, kan ik nemen, kan ik ook wel verkopen. Want dan koop ik gewoon zijn normale. Hoeveel is hij inmiddels? 1 miljoen. Oh, meen je dit? Oh, 100k verlies. Nou ja, dus daar kan ik ook nog denken wat 300k plus 1 miljoen is 1,3. Hier nog ook 300, 200k. 1,5 heb ik 1,9. Maar dingetje, hoe heet die? En natuurlijk, Suarez kan ik dan verkopen. Die is 200k of zo. Dus heb ik 2,1. Maar Ronaldo is 2,3 of zo. Dus ik moet nog even sparen. Maar ik ga heel veel packs op tijdens de Team of the Year. Dus dat komt helemaal goed. Maar ik doe nu even met Pogba. Want ik ben wel even fan van Pogba. Vind je deze video's dan leuk? En wil je meer van deze video's zien? En ben je klaar voor de Team of the Year? Klaar voor de Team of the Year packs? Doe zeker een duimpje omhoog op deze video, mensen. 3000 likes zou helemaal top zijn. Moet zeker lukken. En abonneer op mijn lekkere kanaaltje. Op de hoogte blijven van de video's. Laatste tijd gaat echt weer lekker met abonnees. Steeds meer mensen gaan abonneren. Hartstikke leuk om te zien. Voor de mensen die niet wisten, FIFA was best wel dood in FIFA 18. Dus toen kregen we echt alle bankjes echt geen abonnees erbij. Maar nu begint het weer een beetje te lopen. En het bankjes kanaal gaat ook super goed. Ken je het bankje kanaal nog niet? Check dan even. Bankzitters gewoon. Het is echt super leuk. We hebben 100k gehaald. Super blij mee. Echt best wel nice dat we met 18 video's 100.000 subs gehaald hebben. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Ik ben nu een potje aan het zoeken tegen iemand die thuis wil spelen. Ik wil ook thuis spelen. Maar ja, zo gaan we dus nooit kunnen spelen. Want als hij thuis speelt, lief ik. En andersom. Ja, gaat hij weer lieven. Nee, deze niet. Oké, lekker. En wil je nu dat belletje doen, dan zeker hier beneden. Join hashtag Team Belletje. Laat weten in de comments. Want als jij Team Belletje joint, als je geabonneerd bent, met name het abonneren, dan krijg je Team of the Year dit jaar. Ja, uit een NPC of zo als je geen geld gaat uitgeven. En anders uit gewoon een lekker heerlijk 100k packie. Dus doe dat even. Maar ik moet eens even 2 potjes winnen. Ik ging dus uiteindelijk ging ik echt 15-0-7. Toen dacht ik van, oh mijn god, als ik nu echt ga choken, dan haal ik gewoon niet eens goud 1. Dat was wel heel erg geweest. Maar toen ging ik even mijn best doen. Want ja, ik was echt aan het spelen, jongen. Aan het spelen met de gedachte van, oh, ik hoef maar goud 1 te halen. En dan gaat het dus echt helemaal fout. Oké, hij loopt met zijn keeper. Oké, nee, is goed om te weten. Pogba het bos in. Ja, die komt wel terug. Pogba is echt best wel goed. Ik moet ook zeggen, ik dacht echt, die blijft helemaal niet achterin staan. Omdat hij natuurlijk low defensive work rate heeft en high attacking work rate. Maar dat valt echt reuze mee. Omdat ik hem natuurlijk nu heb op stay back while attacking. En daardoor blijft hij echt best wel goed achterin. Zo heet dat volgens mij niet bij middenvelders. Stay back while attacking. Maar jullie weten wel wat ik bedoel. En kijk, Petit is wel goed, maar hij is niet heel veel beter. Nou ja, oké, hij is wel een stuk beter dan Kante. Maar ik wil gewoon Ronaldo. Mensen, daar gaat het gewoon om. Ik ben gewoon klaar met Suarez. Ook is Suarez echt goed. Echt een goede speler. Als je spits zoekt voor 200k. Ik denk, als je 200k te spenden hebt of 300 of 400k, is Suarez oprecht de beste spits die je kan hebben. Is natuurlijk wel een spits die een beetje hier moet liggen. Ik vond Griezmann ook heel goed in de spits, maar Griezmann is op cam ook uitstekend. Maar echt, ja, ik weet niet, maar ik vond Suarez in geen één FIFA goed, tot nu toe. Alleen deze FIFA, ja, vind ik hem echt goed. Mensen, laat even in de comments achter welke Team of the Year ik ga pakken. Ja, de vraag is natuurlijk niet of ik een Team of the Year ga pakken, maar de vraag is wel. Vorig jaar hebben alle bankzitters gezamenlijk 0 Team of the Year gepakt. Dat was op zich ook wel een gave. En nogmaals, mensen, ben je nou op zoek naar die lekkere tegoedpuntjes? Ik wil tegoed.nl is de website waar je naartoe moet. Ik ga zeker al mijn puntjes inkopen op ikwiltegoed.nl. Want ja, kijk, weet je waarom ik dat doe, mensen? Want dan weet ik gewoon dat binnen 30 seconden die heerlijke puntjes op mijn scherm staan. Die lekkere tegoedkaartjes. En dan weet je gewoon van yes. Weet je wat ook leuk is? Ik kan letterlijk elke video over ikwiltegoed praten en niemand vindt het erg. Omdat het zeg maar dus een beetje een meme is, ikwiltegoed. En het is natuurlijk de site van mij, van Mattie, van Raoul en van Rob. Maar als ik ook maar één keer over iets anders praat, gesponsord. Dan moet ik zeggen, 2 jaar geleden of zo, als je dat eens gesponsord deed, dan waren er echt mensen van, oh, gesponsord, fuck you, fuck you. En nu zijn mensen van, oké, gesponsord, weet je wel. De mensen zijn wel minder toxic tegen sponsors dan dat ze eerst waren. Wat ook wel terecht is. Maar hallo, wij moeten ook gewoon geld verdienen. Hè? En dan zeggen mensen, ja, maar je hebt al veel advertenties in je video. Ja, klopt. Ik heb toch ook geld moeten verdienen. Nee, maar het is zo,
Voor mensen die niet weten, in december verdien je iets meer dan in januari. In januari, ja, verdien je echt geen drol. Dus ja, dan moeten er gewoon kleine sponsorships aan te pas komen. Anders ga je gewoon dood, hè, als YouTube. Gewoon letterlijk. Gewoon heb je geen eten. Oké, zo erg is het ook weer niet. Geen medelijden hebben, alsjeblieft. Oh, nee! Oh, mooi! Oh, jammer. Oh, Pogba! Pogba! Boe! Slecht schot, zeg. Jezus. Gast, hoe sta ik nog 0-0? Wie staat er nou weer 0-0 in de Weekend League? Hij heeft Pedro... Oh, het zal wel een flashback Pedro zijn, dat denken we niet. Korte hoekbam, 1-0. Ja, tuurlijk. Ik weet niet of hij liep deze keer, maar hij zit erin. Neymar, lekker. Neymar is zo goed, jongens. Oh, I love Neymar. Ik wil ook wel 10 miljoen Neymar pakken. Maar die komt niet. Dus ik weet niet waarom ik naar de camera ga kijken. Alsof ik wil zeggen, IE geeft 10 miljoen Neymar. Want dan gaat het lastig worden, want 10 miljoen Neymar gaat er zeker niet komen. Het wordt of Mbappé of Salah. Ja, daar komt het wel niet eigenlijk. Ja, 2-0. Makkie. Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is met zijn keeper, maar ik schiet dan maar gewoon hard. Dan zou gewoon 2-0 voor bij rust en dat is gewoon lekker. We gaan het goud 1 minus slepen, 200 kpx, bam. Wat doet hij met zijn keeper? Doe even normaal, man. Blijf een beetje staan, gat. Dat heb ik soms ook, hoor. Soms met dat keeper lopen, dan raak je echt gewoon... Dan ga je gewoon te veel met je keeper lopen. Dan ben je echt gewoon een uur aan het lopen. Gewoon avondvierdaagse aan het lopen. Heb je voor de avondvierdaagse gelopen? Ik wel. Love it. Oh, zo. What the fuck? Oh, dit is echt... Nee. Oh, huh? Hoe houdt de keeper dat nou weer? Dat was wel echt een enorm slecht, vervelend doelpunt geweest. Echt zielig ook om tegen te krijgen, maar... Hoe die keeper hem dan in godsnaam houdt in de rebound, dat weet ik dan ook niet meer precies. Ik hoef niet dat tanken, schat. Nou, 3-0. Ja, gaat weer lopen met zijn keeper. Echt. Wat doet deze gast? Ik scoor volgens mij letterlijk 3 keer omdat deze gast loopt met zijn keeper. Ja, wat ben je ervoor? Ja, ik ga niet zeggen aaplul, maar ik meen het wel. Mensen, de vraag is, hè, hij komt nu op mijn richting, mijn doel. Gaat hij schieten? Gaat hij schieten of gaat hij nog even lopen? Nee, het lijkt er toch dat hij nog even gaat lopen. Ik zou zeggen, probeer eens een afstandsschot. Een voorzet. Ja, weggekopt. Schiet! Schiet! En hij schiet naast. Jammer. Ik dacht, hij gaat er meteen in ook. Dat was namelijk wel leuk geweest. Iedereen heeft die T-vest gedaan, want die is blijkbaar vrij goedkoop en best wel hoog. Dus op zich, ja, best wel een goede deal. Je krijgt er ook nog packs voor en zo. Maar die vent, die kan echt super goed voetballen. Nee, ik vind die vent echt fuck slecht. Ik snap niet waarom iedereen hem doet. Even serieus. Echt zoveel mensen hebben hem. Oh nee, hoe houdt de keeper dat? Oh, ik helemaal met L2. Ik dacht, nou nu komt er toch een omhaal. Was dit het eindresultaat? Ja, baal ik toch van Pogba. Let's go. Als ik liet de keeper uitkomen. Ah. Doet Pogba nog dab als je zijn standaard celebration doet? Nee. Oh, dit is een van de leuk dansje. Leuk. Leuk. Hey, 88, dat is ook zijn rating. Schiet dan. Neem dan op de volley. Dit speel is leuk, man. Je staat 4 in achter, man. Schiet dan neem op de volley, man. Ablul. Ja, vind ik gewoon jammer. Vind ik gewoon jammer om te zien. Baal ik gewoon van. Ja, vind ik gewoon jammer. Oké, mensen. Tweede potje. We zijn er helemaal klaar voor. Laten we hopen dat deze tegenstander het snel voor gezien had. Want ik heb zin om te slapen. Ja, en dan hebben we goud 1 en dan... Oh. Oh, jezus. Oh, what the fuck. Ik voel ineens een soort opwelling opkomen. Dat ik packs aan het openen was, dat ik ineens 10 miljoen Messi kreeg. Alweer, yes! Mensen, trouwens, ik moet jullie even wat vragen. Ik heb dus ooit 10 miljoen Messi gepackt. En die video heeft dus nu 961.000 views. Maar ik wil graag dat hij 1 miljoen haalt. Dus hij heeft nog 40.000 views nodig. Dus als iedereen nou even zo lief is om na deze video... En ik zal je eraan herinneren. Even hier beneden, want ik zal hem in de beschrijving zetten. Linkje. Oeh, hij heeft een goed team. Hij heeft die geur 93. What the fuck? Als iedereen dat even zou kunnen doen, even erop klikken. Je hoeft niet de video te kijken. Kan wel, het is een video van een minuut. Maar we hebben 40.000 views nodig. 39 om precies te zijn. En dan heeft mijn Messi pack een miljoen. Ja, dat willen we toch allemaal. Papa hobo. Gast, wat doet mijn verdediging? Ah, lekker begin, mannen. Goed hoor. Hoe kan dit nou weer? Sterling. Zag hem rennen. Godsamme. Suarez 1-1. Ja, je hoeft niet eens, zeg maar, op het moment dat hij zijn keeper niet beweegt, is het gewoon altijd een doelpunt met Suarez. Eigenlijk met elke speler op FIFA, in dit spel. Maar met Suarez zeker. Heerlijk, net buiten de 16. Fantastisch. Hij loopt volgens mij niet met zijn keeper. Nou, dan is het sowieso een makkelijke overwinning. Even afgeklopt. Neymar. Heerlijk. 2-1. Neymar, heerlijk doelpuntje. Let's go. Ja, 2-1. Ik denk dat het tijd is om te leaven. Denk jullie ook niet, mensen? Tijd om te leaven. Kalkoen lekker slapen. Mensen, ik ben dus, zeg maar, morgen ben ik al thuis als Team of the Year uitkomt. Voor de rest ben ik bijna het hele Team of the Year, ben ik samen met Matty in Spanje. Want we gaan dus mee op trainingskamp van Feyenoord. Wat hartstikke leuk is, maar we moeten daar wel op kunnen nemen. Dus wat we nu gaan doen, we gaan het hotel bellen om te vragen of ze 2 tv's neer kunnen zetten in de kamer. Want anders kunnen we dus niet opnemen. Of maar 1 iemand. Maar ja, met lightning rounds wordt dat, ja, lastig. Nee. Oh. Dat scheelt niet veel. Gelukkig schoot hij mis, maar het scheelt niet veel. Kom ik even heel goed weg daar. Ik moet zeggen, op die ene eerste goal na heeft deze gast echt nog niks gecreëerd. Dus ja, over 2 seconden zie je een doelpunt van de tegenstander. Sef, hij heeft 93 gullet en hij doet er gewoon niks mee. Hij wil ook gewoon echt op CDM staan. Ja, daar kan ik echt met mijn kop niet bij, hoor. Jongen, zet die gast midden op je middenveld. Die kan letterlijk alles. Die kan echt alles. Die kan schieten. Ja, de rest ook. Oeh. Koppen dus ook. Niet heel goed, anders had hij erin gezeten. Haha. Nee, geintje was gewoon ver. Kom, Neymar, ren nou, jongen.
Oh, rebound. Lekker. Beetje lullig wel, maar hij zit 3-1. Smikkelen en smullen. Daar gaat Mertens. Wat nou? Geel. Voor wat? Huh? Krijg je een pingel? Nee, vrij trap. Nee, pingel. What the fuck? Nou ja, pingels kan ik niet meer schieten dit jaar, dat is jammer. Nou, ik doe echt ziek erg naar rechts. En hij schiet gewoon nog door het midden. Het is echt... Nou, ik weet niet wat ze gedaan hebben met pingels, maar er klopt helemaal niks meer van. Je moet een soort van... voordat je de pingel neemt, moet je al kiezen welke hoek je in gaat schieten. Maar dat slaat nergens op. Want ik wil dat helemaal niet. Ik wil als ik de aanloop neem, wil kiezen. Anders kan je het al zien waar ik heen ga schieten. Maar ja, we staan wel 4-1 voor. Dat is mooi. En we hebben dus goud 1 gehaald. Jezus, wil die gullet van hem slecht zijn. Dat is echt niet normaal. Ik zou echt helemaal para worden als je fucking 4 miljoen coins voor hem betaalt. Hij zou untradeable zijn, want ik... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat zo iemand dan zo'n team heeft en dan wel prime gullet. Dan koop ik toch gewoon een minder goede gullet, lijkt me. Heerlijk doelpuntje van Mertens nog. 5-1. Lekker. Prima, Jima. Mensen, ik wil je vast bedanken voor het kijken naar deze video. Voor deze video leuk. Vergeet zeker niet te liken. Goud 1 is gehaald. Mijn nieuwe team komt eraan. Als ik Ronaldo heb, ga ik Elite 1 halen. Ik weet het zeker. Als ik Ronaldo heb, ga ik Elite 1 halen. Trouwens, ik laat die Messi-video even hier verschijnen. Oké? Okay? Hier, klik even hier. En ga even naar mijn Messi-video kijken. Doe even. Mensen, hier staat de Messi-video. Daar staat een andere video. En hier kan je abonneren op mijn kanaal. Doe het zeker. Zeg ik lijk weer aan de volgende keer. En Team of the Year. Let's go. Yeah, later.